Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend hebben we te maken met veel lage bewolking, nevel, mist en zelfs plaatselijke dichte mist. In de loop van de ochtend zal dat geleidelijk aan wel gaan verdwijnen, maar het is nog de vraag op welke plaatsen de zonsverduistering goed te zien zal zijn. Ik denk dat de grootste kans daarop in het midden, noordoosten en zuidwesten van het land is. Vanmiddag dan schijnt vrij geregeld de zon en wordt het 9 tot 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. In de namiddag en avond raakt het er naar het noorden uit geleidelijk bewolkt en laten we op de avond en komende nacht gaat het enige tijd regenen. Dan morgen overdag. In het weekeinde hebben we te maken in eerste instantie met nog vrij veel bewolking. In de loop van de zaterdag gaat de zon wel doorbreken, verspreid vallen een aantal buien. Bij een stevige noordelijke wind wordt het 7 tot laatstelijk 10 graden. Dan de zondag, die ziet er een stuk beter uit. Volop zonneschijn, dan wel 7 of 8 graden, dus aan de koude kant, en dat bij een tamelijk stevige noordoostenwind. Ook maandag droog in flinke zonnige periode. op dinsdag is weer kans op een aantal buien. De middagtemperatuur ligt zo rond de 9 of 10 graden. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.